Vandaag heb ik weer een nieuwe Loom in... Hi iedereen! Vandaag heb ik weer een nieuwe Loom tutorial voor jullie, namelijk van dit bandje. Je hebt het misschien wel vaker terug zien komen in de andere Loom video's van mij. En er was heel veel vraag naar over hoe je dit bandje dan maakt. En toen dacht ik, nou, dan ga ik daar ook een tutorial van opnemen. Je maakt deze met een vork. En hij is eigenlijk heel erg makkelijk. Hij is heel snel te maken. Ik wist eigenlijk niet hoe dit bandje heette. En heel veel mensen zeiden het is een double fishtail, maar dat is hem niet. Als je goed kijkt, daar lijkt het in ieder geval niet op. Ik heb plaatjes gegoogeld. Het is ook geen quarterfish. En ja, ik weet dus eigenlijk niet hoe deze heet. Ik heb hem zelf verzonnen. Ik bedoel, er zal vast wel een andere tutorial ergens zijn op internet van deze. En die heeft dan een bepaalde naam. Ik heb het in ieder geval nog niet gevonden. Dus ik noem deze gewoon het zigzag Aztec. Nee, het Aztec armbandje. Aztec Loom armbandje. En ja, wat heb je daarvoor nodig? Eigenlijk gewoon leuke kleurtjes. Nou, een vork dus. Een haaknaaldje, maar zelf doe ik het met een pincet. Dat vind ik makkelijker. En natuurlijk heel veel leuke kleurtjes Loom. En ik heb ze hier alvast gesorteerd op een Loom-rekje. Dat vind ik makkelijk. Dan weet ik gewoon meteen welke kleur ik moet pakken en in welke volgorde. En dat was het eigenlijk. Het leuke is aan dit armbandje dat hij afgeplat is. Ik weet niet of je het goed kan zien. Hij is dus een beetje plat. En terwijl je aan het loomen bent, dan gaat hij al meteen in zo'n ronde vorm. Dus hij valt eigenlijk al meteen in de goede vorm. En zo ziet hij er dan uit. Kijk, ik heb mijn jurkje erop aangepast qua kleuren. Maar nu gaan we dus aan de slag met alle andere vrolijke kleurtjes. Nou, zoals ik al zei, is dit loombandje heel makkelijk te maken. Je begint met het rijgen van het elastiekje over de vork. En dat doe je door om elk pinnetje een lusje te leggen. Dus zo. Je doet hem om het eerste pinnetje. Dan draai je hem. Doe hem om het tweede pinnetje. Dan draai je hem nog een keer. Doe hem om het derde pinnetje. En nog een keer. Doe hem om het vierde pinnetje. Uiteindelijk ziet hij er dan zo uit. Hierna pak je je volgende kleurtje. Dat is in mijn geval een beetje een paarse kleur. En wat je dan doet is eigenlijk een achtje maken. Dus je doet het elastiekje om de eerste twee pinnetjes. Dan draai je hem. En dan doe je hem om de tweede laatste pinnetjes. En het ziet er dan zo uit van bovenaf. Zo. En die schuif je naar beneden. En wat je dan gaat doen is met je haaknaaldje of met je pincet elk elastiekje eroverheen trekken. Dus die trek je hier overheen. Deze trek je hier overheen, die hier overheen en deze hier overheen. Dan krijg je dit en dan ga je door met het volgende kleurtje. En deze breng je eigenlijk gewoon weer op precies dezelfde manier aan. Even van iets dichterbij laten zien. Dus je doet hem zo eromheen, dan draai je hem en dan over de laatste twee pinnetjes. Dus je maakt telkens een achtje. En telkens wat je doet, is vier keer alles eroverheen trekken. Dus het eerste pinnetje, het tweede pinnetje, het derde pinnetje en het vierde pinnetje. En hier aan de achterkant zie je al iets gebeuren, maar nog niet heel veel. Dus ik ga nog eventjes een tijdje door op deze manier. Dus nog één keertje laat ik het zien. Over de eerste twee pinnetjes draaien. En over de tweede, laatste pinnetjes. Maak gewoon telkens een achtje. En trek de elastiekjes er vier keer overheen. Nou, ik ben alweer bijna klaar. Als je op een gegeven moment... Dit zijn toevallig 9 kleurtjes. Je kan er ook meer of minder nemen. Als je de hele rij hebt gehad, dan begin je weer opnieuw. En dat heb ik nu een aantal keren herhaald. En ik moet er nog een paar. En dan is hij ongeveer net zo lang als deze. En dan ga ik hem afhechten. Of afronden. Oké, dus ik begin nou weer eventjes met het eerste kleurtje, dat is roze. Dus die doe ik weer als een achtje om het vorkje heen. En die ga ik dan allemaal eroverheen halen. Ik zal nog even van iets dichterbij laten zien voor het geval het nog niet helemaal duidelijk is. Dus hier begin je mee, dan pak je het elastiekje, die doe je om de eerste twee pinnetjes, dan draai je en dan doe je het uiteinde om de laatste twee pinnetjes.
Dit is dan wat je hebt. En hier zitten 4 elastiekjes. 1, 2, 3, 4. En die trek je allemaal over die andere heen. En vergeet ook niet elke keer nadat je dat hebt gedaan aan de achterkant eventjes te trekken. En eventueel een beetje dit plat te duwen. Nou, en als die op een gegeven moment lang genoeg is, dan pak je de buitenste en die doe je om de binnenste. Dus pak de buitenste en doe die om de binnenste. Oh, zo. Dan krijg je hier 2 lusjes waaraan je makkelijk het slotje kan vastmaken. Je kan elk slotje gebruiken die je wilt. Dit heet een C-clip. Die ziet er zo uit. En dan ga ik eerst dit uiteinde vastmaken. Ik zoek eigenlijk gewoon een beetje een openingetje waaraan ik die haakjes ga vastmaken. Het is altijd een heel gedoe, maar hij zit vast. En dan haal ik hem los. En dan hou ik mijn hand hier goed op. En dan hieraan maak ik de elastiekjes maak ik dan vast aan de andere kant van de C-clip. Sorry, het moest eventjes buiten beeld, want het was zo'n gepriegel. Maar op zich vind ik wel dat, als je kijkt hoe het is afgewerkt, vind ik wel dat het er gewoon netjes uitziet. Zo. En wat ik dus ook fijn vind, is dat hij dus al gewoon in een rondje valt. Met een mooie kant naar buiten. En dat hij dus een beetje is afgeplat, waardoor hij dus gewoon lekker om je pols draagt. Dit is de andere. Nou, en dit is dus het resultaat van het Aztec armbandje. Nou, ik hoop dat je dit leuk vond om te zien hoe je deze Aztec armbandjes maakt. Je hebt er ongeveer 50 tot 60 van nodig in totaal elastiekjes. En je kan natuurlijk zelf kiezen of je het allemaal in één kleur doet, of in 2 kleuren, of om en om de kleurtjes, of 2 kleurtjes van dezelfde en dan weer 2 kleurtjes van dezelfde. Maakt niet uit wat jij het mooiste vindt. Ik vond het juist wel leuk om gewoon hele vrolijke, beetje pastelachtige neonkleurtjes met elkaar te combineren. Lekker zomers. En je maakt ze dus ook gewoon simpel met een vork. Nou, een vork heeft iedereen altijd wel in huis. Dus je hebt niet per se een heel loomboard nodig. Alleen eigenlijk een zakje met gekleurde elastiekjes en sluitingjes natuurlijk. Ook deze armbandjes wil ik weer gaan verloten aan mijn kijkers. De vorige armbandjes, daar heb ik al iemand voor gemaild. En daar heb ik al een adres van gekregen. Dus die zijn al opgestuurd. En deze wil ik dus ook weer graag gaan verloten. Dus als je deze wilt winnen, doe dan de duimpjes omhoog. Abonneer je op mijn kanaal BeautyLab.nl. En laat vooral eventjes achter in de comment waarom jij graag deze bandjes wil winnen. Nog eventjes voor de duidelijkheid, ik heb dit ontwerp dus zelf verzonnen met de vork. Maar het kan natuurlijk heel goed dat er op YouTube wel filmpjes al bestaan met precies hetzelfde design. Dat weet ik niet. Ik heb wel eventjes gezocht erop en even gekeken of het leek op een bekende schakel. Maar dat vond ik dus allemaal niet hierop lijken. Dus daarom dat ik het zelf maar gewoon de Aztec Loom armbandjes heb genoemd. Maar mocht het wel ergens op lijken of vind jij ergens een video dat eigenlijk gewoon precies hetzelfde is als dit, laat het dan vooral even weten, want dan ben ik dan wel nieuwsgierig naar hoe deze schakel officieel heet. Maar goed, liken, comment achterlaten als je deze wilt winnen. En abonneer je op mijn kanaal en dan zie ik jullie snel weer in de volgende video. Doei! Klik op mijn vorige video voor een video waarin ik 4 zomerse kapsels laat zien. En klik rechts onderin op de rode knop subscribe om te abonneren op mijn YouTube kanaal.